Bronnen laten weten dat het om een afrekening in het criminele circuit gaat. De auto stond geparkeerd aan het Thorbeckeplein in Breda. De knal was in de hele buurt te horen. Bij de vermoedelijke aanslag verloor de man een arm en een been en hij zou er slecht aan toe zijn. Er is nu weinig meer van te zien hier in de straat. Die auto waar het om gaat, die is weggetakeld. Er liggen wel nog wat glasscherven op de weg. Ook de ruiten van sommige woningen in de buurt zijn gesprongen, dus daar liggen nog wat glasscherven. Dat hier naast mij is afgezet met politielint, want daar wil de politie vandaag nog sporenonderzoek doen. Ja, het zou om een flinke knal zijn gegaan die tot een verre omtrek te horen was geweest. Ja, dat klopt. Ja, dat is nogal wat natuurlijk. Hè. Als een auto ontploft in je straat, dat gebeurde rond 10:30. En heel veel buurtbewoners die namen daarna een kijkje van wat er nou precies gebeurd was. Een hele dreun was het. En wij wonen in de Rijboomstraat, dus dat was een flinke knal. Ja. Dus we denken, zullen we eens even gaan kijken. Nou ja, ik was net naar bed aan het gaan en op het moment dat ik wilde gaan slapen hoorde ik echt een enorme knal. Ja, gevolgd door sirenes en helikoptergeluid. Dat is eigenlijk wat ik gehoord heb. Het voelde als een lichte explosie gewoon in huis. En ja, bij ons is het sowieso vrij simplistisch allemaal dat het snel door elkaar schudt. Maar het was flink. En mijn huisgenoten die panikeerden meteen. Die dachten dat het huis, dat daar iets mee aan de hand was. En zie, dat waren mensen die kwamen kijken nadat die klap dus was geweest. Maar zijn er ook mensen die echt iets gezien hebben van die auto zelf? Ja, zeker. Ja, die zijn er ook. Maar die willen voor ons niet voor camera reageren. Dus daar hebben we een audiobijdrage van. En toen zag ik allemaal rook. Toen rende ik naar de hoek. En daar zag ik die meneer zitten voor zijn auto. Zijn armen was eraf en zijn been was eraf. En zijn gezicht helemaal onder bloed. Wat je normaal in films ziet, dat zag ik nou. Ik had dit nog nooit gezien, maar dit was wel echt heftig. En zijn ledemaat, zijn arm en zijn been ligt eraf. Heel zijn gezicht is bebloed. Het zag er niet fijn uit. Ja, ik stond stijf. Dus... Nou, hij keek wel gewoon rond nog, dus dat vond ik zo raar. Ik zag een man liggen met, ik zag hem één been, zag ik hem optrekken en dat was best luguber om te zien.